drie keer per week. Ja, ja, ja. 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 Meisje, dus wacht het tot ik ga. Ja, ja, tuurlijk even. Hier, lopen het even door naar het hier. Ja. Oh. Ja, 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 meteen. Goed zo. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Oh! Dat is een moeilijk meer dan wat ik was. Maar het scheelde niet veel hoor. Het scheelde volgens mij ook niet veel. Trouwens, dan heb je nog leuk van. Dat ben ik mee. Ja. Nou, niks goed zei ik over in Delhi voor het hij is nog niet weg, jongens, hij is nog niet weg. Hebben jullie wat al wat gehoord over in Delhi? Nou, nu gaan we konden nemen. In de zoom in. Net op. Nou, dat is een gewoon voor deze tijd, is bijna juni. Gaat op middag zo. Tessa, neem hem. Wie neemt het? Jammer. De andere Tessa neemt het. Ja, want hij dat gaf hij niet. Oh, ja, 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 tuurlijk. Dames, ja, schiet ja. Eva! Eva! Ja! Ja. Kijk, Ariana Grande, dat is een hele andere zangeres. Dat was Jennifer gisteren. Ariana Grande. Maar ze hadden niet in Griek, ze hadden een meisje van school. Maar ja, ik heb ze gekeken voor kaartjes. Die waren 139 euro. Dus ik denk, nou weet je, alle... Ja, ja. Erg leuk. Dat is 139 euro. Ja, goed zo. Goed zo, Tara. Ja, wij. Ja, goed. Oh, dat is een mooie tijd. Ga ze op. Ja, 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 geef het, tuurlijk. Ja, ja, jongens. Die blijft bij je man.
Dat is jammer. Voor jou. Rijn op door. Rijn maar uit. Aansluiten. Iets zit achterin. Ook oh, wist ze niet. Nog een keer. Het was ze. Ja, wij ben je mannetje jongens kijken. Ja, weg. Goed zo. En eruit weer. Ja. Goeie aan, meid. Ja, goed zo. Ja, dat maakt niet uit. Jawel. Ja, wie schiet er nou uit? Ja. Ja, dat ben ik hier. Ja, zeker. Ik had niet eruit te luisteren. Ja, precies. Dit is zelfs kinder. Ja, gaat uit. Ja. Namens je. Sanne, voor jou! Ah, dat is jammer. Ja, tuurlijk. Voor je dan. Jokke, zo zit ze zeker. Nee, dat denk ik daar achteraan. Ja. Oh,
wat gaat er nu weer gebeuren? Wel heel spannend. Ik snap dat eerst de champagne op wordt. We zitten tenslotte in Marken, ja. Oh ja, daar hebben we. Wat jullie niet weten, is dat we nog een heel programma voor jullie in petto hebben. En degene die achter mij staan, die hebben dat voor jullie georganiseerd. Nou, ik zal... Ja, wij kennen elkaar een beetje. Een heel klein beetje. Ik ben namelijk een keertje, dat is 2 jaar geleden? 3 jaar geleden? Oh, korter. Vorig jaar. Ben ik hier geweest. En deze twee trainers, die hebben bij mij de cursus gevolgd. En misschien heeft dat er wel mee te maken dat jullie vandaag hier met die champagne in je handen staan. En... opeens kreeg ik een appie van Bianca en een heel verhaal. En het eerste verhaal was dat ik eigenlijk iedereen een complimentje moest geven. En ik moest eigenlijk beginnen met de club. Want de club die heeft eigenlijk heel goed gerealiseerd voor jullie dat jullie kunnen trainen, spelen en dat het meisjes- en vrouwenvoetbal dus echt meetelt. Want ik werk bij de KNVB. Ja, ik ben coördinator van het meisjes- en vrouwenvoetbal in Amsterdam en in Rotterdam. Dus een heel groot gebied. En de WK die staat voor de deur. En als ik jullie zo zie voetballen, dan denk ik dat we nog heel veel moeten trainen. Sowieso. Maar... dat ging een leuke feest. Dat het Nederlandse vrouwenvoetbal en meidenvoetbal echt de goede kant op gaat. Eigenlijk het hele seizoen geweest zijn, heel enthousiast. Nou, dit is een meidengroep die het heel goed heeft gedaan. Want uiteindelijk zijn we kampioen geworden. En jullie zijn in 2012 een beetje begonnen, 2013 op een half veld. Nu dit seizoen voor het eerst op een heel veld. Nou, en dan heb je een fantastische tegenstander. Met het uitdelen van de bloemen. En als we allemaal die bloemen hebben in onze hand, dan moeten we nog even een elftal foto maken met de coaches erop. Allemaal de bloemen. En we willen heel graag dat jullie voor mij komen zitten. Want we willen heel graag de kantine en de papa's en de mama's en de opa's en de oma's en de tantes. Willen we ook op de foto hebben, of juist niet, dat weet ik niet. Ik heb het idee dat ik niet onder mijn mond sta. Meestal ga je onder de douche hoor, als je kampioen wordt. Dus dit is een champagne douche, dus dat is niet weg. Wij doen nog één keer naar de papa's en de mama's en dan feest vieren. Kom maar! Niet bij de shirts zit die jassen. Nee, dat lijkt wel. Kijk op. Oh nee. Sorry, even nog even een applausje voor Aart ook. Hij heeft ons geleerd, dat was een tasje. Nee, dat is wat. Ja, Ja! En waarom moesten we?
blijf er daarbij staan. Echt super. Applausje allemaal. Applausje. De Waalwijk kampioenen.